Ik ben Mieke Rozy, initiatiefneemster van KEK, de Castricumse etalagekunst. Ik sta nu op de Dorpsstraat en ik ga weer een aantal exposanten interviewen. Ik sta nu bij de etalage van Mul. Hier hangt het werk van Peter Heijken. Hij werkt realistisch figuratief, tikje vervreemdend. Ik vind het zelf heel expressionistisch. En ik vraag me af waarom hij voor deze stijl kiest. Wie ben jij? Ik ben Peter Heijken. Hoe lang schilder jij al? Ik schilder al sinds 2007. Jij hebt de Wakkersacademie gedaan. En wat heb je daar vooral geleerd? Nou, het was een opleiding vooral voor figuratief tekenen en schilderen. Dat heb ik 6 jaar gedaan. Zou je jouw stijl willen omschrijven? Het is realistisch. Het is heel moeilijk te zeggen. Maar het is wel figuratief, toch? Het is figuratief. Ik vind jouw kunst toch wel een tikje vervreemdend. Snap je dat, waarom ik dat zeg? Ja, het moet wel een beetje apart zijn en ook een beetje humoristisch, hoop ik het. Nou, als ik naar dit schilderij kijk, dan denk ik van, ja, hoe begin jij je schilderij? Nou, ik zet wat spullen neer, in dit geval poppen, veel poppen. En maak een compositie. En ik begin direct met de kwast. Ik hoorde jou iets zeggen over absurdistische humor, klopt dat? Ja, ik hou er wel van en ik probeer het ook wel een beetje in mijn schilderij te brengen. Toen ik je werk zag, toen moest ik erg aan expressionisme denken. Is dat een rare gedachte van mij? Nou, ik denk dat dat wel klopt. En waar kan ik jouw werk tijdens de KEK-week vinden? Nou, je vindt ze hier in de Dorpsstraat bij Mul. En we staan hier voor de schilderij Exclusivo, de burgemeester Moestraat. En waar kan ik je werk online vinden? Je kan het onder Peter Heijken op Instagram vinden. Bij Alma Creations. Ik ga zo Meinhard Kloppenburg interviewen. Ik ben nieuwsgierig naar hoe hij de blijheid van die vrolijke dansende koeien op het doek krijgt. Hoe doet hij dat? Wie ben jij? Ik ben Meinhard Kloppenburg. Ik schilder al vanaf mijn jeugd en eigenlijk vanaf 76, dat ik hier in Castricum ben komen wonen, ben ik bij de vereniging Perspectief gekomen en toen ben ik het eigenlijk veel meer gaan oppakken. Ik heb gezien online dat je verschillende workshops en cursussen en opleidingen hebt gevolgd. En waar ik heel nieuwsgierig naar ben, is je hebt zelfs les gehad van Sam Drukker. Hoe was dat? Ja, dat was heel bijzonder. Dat was bij Perspectief hadden we een workshop. En Sam Drukker had ik toen al heel hoog zitten. En vooral zijn heel directe manier van schilderen op eigenlijk van alles wat hij maar vindt aan hout, aan metaal, aan oude kistjes en zo. En dan toch heel erg mooie kleur, heel mooi kleurgebruik wat hij heeft. En heel direct schilderen. En dat sprak me enorm aan. Wat heb je van hem geleerd? Eigenlijk ook meer wat losser te gaan schilderen. Ik las ook dat je graag plein air werkt. Ja. Wat is dat precies? Het is het eigenlijk gewoon buiten schilderen, buiten tekenen. En dan vaak als het omheen gaat, gewoon het landschappelijke. Hij heeft ook hele leuke, vrolijke, dansende koeien. Dus die schilder je echt ter plekke helemaal zo? Die zet je er zo op? Nee, dat is een combinatie van schetsen ter plekke en foto's maken. En dan thuis een goede compositie opbouwen. En hoe schilder je dan blijdschap bij een koe? Nou, dat is meer de vaart die ik erin probeer te krijgen. Gewoon de expressiviteit qua kleur, maar ook qua verfstreken en de dunne en dikke lagen door elkaar. Dat is eigenlijk wat de energie is die in die koeien zit en wat ik eigenlijk probeer terug te geven in het doek. Nou, de Castricumse etalagekunst is nog te bekijken tot en met zondag 16 augustus. En waar kan ik jouw werk zien in de etalages? Mijn werk hangt hier bij Alma Creations in de Dorpsstraat en bij Her 41 op de Dorpsstraat en bij Harry Optiek, Harry Bergman op toe. En ik hang ook met werk in de etalage op het Bakkerspleintje naast Niels Koot. Waar kan ik je werk online vinden? Op de site van mij www.meinerts.nl. Ik sta nu bij fietsverhuurbedrijf Tutut op de Dorpsstraat. En daar zie ik werk van Marjan van den Berg en ik ga haar zo interviewen. Ze maakt abstracte landschappen, dat zie ik vooral. En ik vraag me af waar zij haar inspiratie vandaan haalt. Wie ben jij? Ik
Ik ben Marjan van den Berg. Hoe lang schilder je al? Vanaf dat ik een jaar of 20 was. Je schildert hier vrij abstract. Mm-hmm. Heb je altijd abstract geschilderd? Nee, niet altijd. Ik heb verschillende technieken geprobeerd. Maar dat abstracte, dat ligt me het beste. Heb je ook iets van opleiding gevolgd? Ik heb verschillende cursussen en workshops gevolgd. Verschillende schildertechnieken. Maar de laatste jaren dan ben ik meer bezig om te kijken waar heb ik nou het meeste plezier in om te maken. Dus het gaat mij meer om het proces. En wat heeft het proces jou gebracht? Dat ik heb gemerkt dat ik het fijn vind om meer intuïtief te werken. Dus dat je natuurlijk ook intuïtief schildert. Je begint aan een schilderij en de ene keer wordt het een strand, een zee en de andere keer kan het totaal iets anders worden, begrijp ik. Mm-hmm. Ja, klopt dat? Dat kan, ja. Ja. Ik zie dat je heel vrij werkt en ik zie ook verdikking op je schilderij. Wat is dat? Wat doe je ermee? Ja, ik maak structuren door onder andere zand door de acrylverf te mengen. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Vooral uit de natuur. Tijdens de kekweken, waar kan ik jouw werk in de etalage zien? Nou, hier op de Dorpstraat bij Tutut Fietsverhuur. En verder bij de Groene Slager in de Burgemeestermarkt. Je hebt nog geen website, heb ik begrepen. Maar als mensen contact met je willen zoeken, hoe doen ze dat? Dat kan het beste via de e-mail. En dat is marjan2deberg@outlook.com. Dankjewel.